U stelt zich af en toe voor als de premier van dit land die verstandige beslissingen neemt, maar niks is minder waar. U heeft ervoor gekozen om uzelf te laten gijzelen en geen stappen vooruit te zetten. U heeft gezegd dat is niet nodig. U zegt dat u de regering bent die versneld afgaat van fossiele brandstoffen. U bent degene die twee nieuwe gascentrales laat bouwen. U zegt dat de N-VA nooit werk heeft gemaakt van een nucleaire verlenging. U heeft die als minister in de vorige regering zelf geblokkeerd. Het was de anti-nucleaire VLD die zijn koppen heeft voorgelegd. Dus als u nu zegt dat het allemaal de schuld is van de N-VA en dat de diepe putten die u graaft de schuld zijn van de N-VA, dan had u maar met de N-VA in zee moeten gaan en resultaten moeten boeken wat u niet wilde doen. U koos voor een linkse regering, u kreeg een linkse regering en u kreeg geen resultaat.